Nou, Shaki had twee heel slechte dagen. Maar denk jij dat deze bad luck overgedragen kan worden naar een ander? Ja, in de rocks. Mucho pedra. Wel, het is een kubera. Zo snel gaat het, was geen grote. Goede druk. Tegen die steen aankomen. Boom. Ja? Me or the cargo? You are the cobra. Se fue? Lost it? Estaba grande, era un cargo. Pasó por ahí. Well, the cobra was here by the boat. I kon iets anders doen. Hij heeft terror gemaakt en waarschijnlijk was die haak pas in zijn lip gesneden. Dat was grande. Oh, ik zat te kijken, want Jeremy vertelde dat een kunstas gesneden was. Ik heb de kubera me gepakt gewoon. Toen mijn kunstas gewoon in het water lag, ik kapte niet eens. Om te zien hoe deze beesten zijn. Ik weet het niet aan het is, maar ik hou die beest aan gewoon los. Totaal geen idee. Wat aan me? Is dat? Onze captain, die bent de knoop van me. Ik neem het stuur van hem over. En Banana die lamp. Banana! Grande. Está en el rocket. ¿En la piedra? Un poquito, sí. ¡Ey! ¡Barco, barco, barco, barco! Un grande. Wow, geweldige strijd van de kubera. Hij is nu. Soltó otra vez. Geweldig grote kubera. Ik weet wat ik moet doen. Hij is niet gesneden. Ik heb hem gewonnen. Gewoon los te gaan. Muy grande. Ja, gano? Dat is belangrijk. Om die gids altijd te leren. De goede knopen. En wat basis dingen bij het vissen. Ik heb hem deze knop leren maken. Dat is een van de sterkste knoppen die bestaat. En nu kan ik gewoon doorvissen. En hij doet mijn werk. Lado! Kom hier op. Het is een kleine Dorado. We zijn aan het koppen van Kubera. En deze papje is... even tussendoor gekomen. Om weer spirit te geven om door te pakken. Het zijn hele snelle beesten. Alles in de oceaan is sterk en snel. Banana. Kijk zoveel eens als je. Jongen, lekker. Le gusta mucho. Un poco de huevo detrás de un tipo que le da una bolita. Hij is gewoon vastgehouden. Dat hij zijn plan heeft gewonnen met tennis. Hij heeft niet Simon gisteren. Hij wou gewoon zijn. Huh? Toen we naar mijn wijs had gehaald. Zo, oh my god. Hey, kom maar! Hou.
deze Cubera heeft me breed gestrijkt. Ik kwam helemaal uit het water. En die eerste fight heb ik na 5 keer missen eindelijk van hem gewonnen. Nu kijken of ik hem in de boot kan krijgen. Oef. Yes. Kom op, papi. Oké. Kom op. Kom hang op. Ja, papi. Oké, altijd die slip een beetje openmaken. Wanneer ze vlak bij de boot zijn. Hij maakt nog altijd meestal een laatste spurt. Woe! Oké. Oké, ik heb. Cubera! Altijd wanneer je vis binnen is, klep open. Je weet maar nooit hoe die haken valt. Cubera! Ai, ai, ai! Yes, man! Wat heb ik je gezegd? Jouw steen, jouw vis. Gisteren had ik nog eentje hier verloren. Precies alles goed gedaan. Nou, alle bad luck bij ons en Shaki die vangt. Waar is hij? Ik ga er niet. Met het Cubera aan het einde van de dag hoor. Alejandra, Alejandra. Kom op. Wat doet hij? Una mini Cubera. Una mini Cubera. Kom op. Big. Nice Cubera. It's coming up. Langje Tursson. Woosh. Amberjack hoor. Oh, hij tussen die stenen gaan, die vind ik verliezen. Ik heb deze Amberjack wel gezien komen naar boven hoor. En heel rustig. Oh, hap. Kijk, hij moet rokken. Mas. Oké, wat ik wil doen, ik wil nu recht boven hem komen. Hè. Zit hier helemaal neus van die boot op mijn knieën. Dat ik recht boven dat beest kan komen, zodat hij me niet tegen stenen kan aanscheuren. Als ik de eerste die aankomt, afgelopen. Dat is die nog. Dan naar Rocket. Adelante. Het is een steen, ik voel dat ik die steen aanschuw. Ik heb heel weinig kans om deze vis te vangen. Heel weinig kans. Ik voel het tegen die steen aan schilderen. Ga je niet aan doen? Ik
organizando si destino yan. That mark pop up for Kuberas and Roosters and Amberjacks. So tough. Die vis in de omgeving. Dat het verschrikkelijk moeilijk is om een beest uit die stenen te halen. Die beest is verschrikkelijk sterk. En ze gaan alleen hopen voor het beste. Dat is het. Hoewel Shaki, die had vandaag een heel goede dag. Maar ik had de Shaki disease vandaag. En dan maar genoegen nemen met Mr. Jack. En dan tot morgen weer hoor. Nieuwe dag, nieuwe poppers. En weer gereed om te gaan poppen voor die grote boys. Ik zag een paar toelaat springen daar. Dus ik heb hem gegooid. Ik denk dat ik een Amberjack heb hoor. Was een mooie strijk hoor. Vroom. Was die echt bezig te poppen hè? Gewoon meer. Rapel. Deze papjes kan je niet doen hè? Eén ding kan je maar doen. Het is gewoon. Hé, hey, de boot. Oh. Oeh. Ik wacht dat hij moe wordt hoor. Ik wist dat ik hem niet tegen heb. Oeh. Aquí es muy fun. Muy fun. Dat is ook comfortabel. Maar ik denk dat je zo moet opstaan om een betere grip te krijgen naar het beest te krijgen. Dan heb ik niet genoeg druk op. Hè. Laatste dag van onze trip hoor. En we chillen eigenlijk. Hebben een beetje vaders aan gedaan. Oeh. Ja, dit is de ultimate challenge op een popper is voor deze kant hoor. In andere landen heb je nog GT's, Australië en zo. Maar ik denk dat een Amberjack op een popper een van de tofste fights zijn die je kan krijgen. Wat betreft tijd hoor. Hij trekt niet gelijk hard als een Kubera. Hij pakt hem echt een beetje naar het type. En daar begint hij te vechten. Grande. Muy, muy grande. Coming up. Corto, corto. No. Okay, sí. Entra. Sí. He can't this base, huh? Ah, llama. Wow. Solo lo tiene a pique tragado. Nu gaan we hem terugzetten hoor. Daar is het. Heb je die dolfijnen gezien die achter die tuna aan zitten? Huh? Yeah.
hoofd op tegenhouden. Omdat we zijn op een rif. Mooi. Deze papi trekt lekker hoor. Kijk, dat is het. Ik kan niets doen. Ik moet zijn kop naar mij richten, zodat die vis naar boven komt. Oké, hij is... Kijk, hij begint al een beetje schuin te lopen. Dus ik hoop dat ik hem al naar boven begin te krijgen. Come on, baby. Come on. Woe. Woe. Kom in. Deze tuna. En ik heb hem gevolhoekt. Tonijn. Mensen, wie wil sushi eten? Woe. Yellowfin, tuna. Deze dingen eten we allemaal voor sushi. Woe. Yes, papi. Een lekkere tuna. Gaan sashimi van eten. Muy bueno ese atún. Waar is die steen? Ja. We zouden gaan trollen. Maar toen we naar buiten vaarden, zag het water er wel erg aantrekkelijk uit om te poppen. Dus we zijn net 5 minuutjes uit de haven. En heb je hier een gigantische rif. Ik denk dat het zelf een amberjack is. Een jack gewoon. Gezien hij niet echt door mijn spoel trekt. Het is geen grote vis. Maar het is altijd wel leuk om een vis te vangen als je vist. Ik denk dat ik een kubera aan de haak heb. Coming up, coming up. Woo! Yes. Yes, papi. Colombia, Pargo, Cubera. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Calma, calma. Wow. Hij zag iets beter daar. Bravo. Bravo is een amberjack volgens mij. Hij zag iets te rof daarboven. Hij zag een beetje respect hoor. Hij zag een beetje respect. Wat hij nu doet, hij gaat naar het diep van nu, hè. Hij gaat even wat iets eruit maken. Grande. Wat ik doe met de ketter, moet je naar het diep gaan. Dat je bij stil in terecht komen. Dat gaat niet gebeuren. Vamos. Tranquilito, tranquilico. Wat ik doe nu, zet bijna geen pressure op hem. Want hij wil naar die stenen gaan. En we gaan apparieken daar. Patra, 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 patras. We proberen gewoon op het beest te blijven, hè. Recht boven hem. No, 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 no. Vamos para arriba. Arriba. Oeh. Was een grote amberjack, ik zag hem helemaal rossen achter die vis. Ik dacht dat het een kubera was. Ik hoop dat het kubera was. Maar dat is ook goed hoor. Ik heb het nooit gedacht dat je amberjack zo poppers kan vangen. Hè? Vooral niet zo dichtbij van de kant. Meestal jaggen we voor amberjacks in water van 150 tot 200 voet water. Soms dieper zelfs. Ik speel hem heel rustig. Hè? Ik weet niet wat voor stenen allemaal hier liggen. Dus ik wil geen risico nemen. Dit beest is nog lang niet moe. Mapa ja. Dit is een fight van een fight hoor. Ik wil wat meer druk zetten op hem, maar ik weet totaal niet wat voor stenen allemaal hier liggen. Dus ik wil hem heel licht spelen. Zodat hij weg van die stenen gaat. Aquí te rocken. No? Aquí hay piedra. Aquí hay piedra.
corre sobre la piedra porque va para la piedra. La piedra está allá. Ah. Kijk hè, ik heb gegooid. Ik heb nooit gepopt hè. Maar hij was bezig door achter de vis. En hij deed gewoon boom geslagen terwijl ik één keer gepopt heb. Terug. Aquí también. Toma das. Stenen overal. Overal reefs. Ik kan totaal niets doen. Gewoon moe maken, dat kan ik doen. En heel licht spelen. Hoe haal ik trek? Hoe harder dit beest wil gaan zwemmen. Dus heel rustig. Heel rustig spelen. Heel rustig. De bedoeling is dat je ze zo hoog naar boven wil krijgen. Dat je dat hebt gewonnen. Leader. I see leader. Dat is het tito. Lekker. 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 Fish coming up. Fish going back down. Wow. Daar klimt ze. Ah. Bravo! Amberjack, Colombia. Shakers, ene trip. We hebben ons best gedaan hoor. Ik heb net, wat in die tijd zijn we te filmen. Ik was bezig te poppen en zo'n grote couvert is opgekomen. Ik kon deze aanslaan, thuis in mijn molen gegaan, gesneden. Niet tegen een steen aan, het is gewoon in mijn molen toe gegaan en gesneden. We hebben een geweldige trip gehad. En ik zeg gewoon een keer terugkomen. Beter tackle, maar hoe beter. We waren eigenlijk al op max tackle. We gaan iets zwaarder proberen als het kan. Zeker. En hopen dat we meer vissen vangen dan keus als verliezen. Maar nu hebben we echt verloren. Die snappers hebben ons echt gewonnen. Yes. Next time. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, let's go get it down. The sound, on, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shits. I'm on the floor.